dat wordt een knalfeest. En ja, en als er een feest gevierd moet worden, dan hoort hij er wel thuis. René Schuurmans. Een hele goede middag. René, even een test. Hoe is de stem? De stem is, nou oké, denk ik Oké, oké. Gaat hij het volhouden, de komende carnaval? Ja, ik heb mijn carnaval valt een beetje tegen. Want kijk, die grote evenementen, de middelgrote evenementen en de grote evenementen, ja, die zijn toch eigenlijk allemaal wel niet doorgegaan. In verband met 1G. Ja. En daar zijn evenementen waar ik al sta, maar ik heb wel een paar. Oké. Maar drie jurkens, ja, daar kan ik vanmiddag niet bij zijn. Wat verdikken we? Nee, of is je er niet? Nee, kun je er niet bij zijn? Nee, ik kan er niet bij zijn. Of verdamme René. Mijn boekjesbureau heeft een foutje gemaakt in de agenda. Godsamme René toch. René dus toch. Ik moet, en dat is ook hartstikke leuk. Ik moet naar Alphen vanmiddag. Ja, ik heb godsamme 2 katten bier. Ik heb worst. Wat eentje van mij bestemd? Ja, ik denk gezellig in één keer komt. Worsten besteld. Ik denk dat we het gezellig even bijpraten, voor zover dat kan. En, ja, dat gaan we sowieso toch wel een keer doen, denk ik. Ja, René. Zeg, nee, maar carnaval begint wel voor jou. In Os vanmiddag te vinden. Waar ben je precies te vinden in Os? Daar moet ik nog kijken in mijn agenda. Ik zou de navigatie wel goed instellen als ik jou was. Even snel spieken. Zodat ik hem zo kan vinden, 1, 2, 3. Ik zie hem zo niet liggen. Okay. Nee, maar we kunnen niet op jouw site kijken, toch? Dan weten we ook jou wel te vinden, toch? Ja. Daar staan alle gegevens dan. Ik weet niet of dat een besloten ding is of een openbaar. Ik kijk altijd eigenlijk 5 minuten van tevoren. Maar ik bedacht me wel een dingetje, René. Jij bent eigenlijk, ik weet niet of verkeerd, je bent niet echt een carnavalszanger, maar wel een feestzanger. Snap je wat ik bedoel? Ja, gelukkig wel. Je hebt natuurlijk de afgelopen jaren hebben we heel veel echte carnavalsacts op hier staan. Ja. En daar ben ik. Ik wil niks over die carnavals zeggen, want het is hartstikke leuk natuurlijk. Maar ik ben liever gewoon heel het jaar door. Op feest. Ja. Maar hou je er ook rekening mee met jouw liedjes? Dat je bijvoorbeeld niet echt bewust een carnavalsliedje maakt, maar gewoon een liedje maakt wat eigenlijk altijd gedraaid kan worden als er maar een lekker feestje is. Dat je altijd kunt zingen en kunt optreden. Ja. En dan pik ik de carnaval altijd lekker mee. Ja want feestjes. Jammer dat die grote evenementen dit jaar niet doorgaan. Ja, die middelgrote evenementen. Ja, maar 500 personen moet iedereen testen. Dus ja, dan gaan mensen die doen, die gaan er lekker de stad in. Ja. En dan heeft die horeca gelukkig ook weer wat te doen, hè? Maar ja, je mag wel een paar plekken in ieder geval weer optreden. Dat voelt toch ook wel weer goed, hè? Want je hebt natuurlijk ook opgesloten gezeten. Al die lange tijd, toch? Kijk, als we terugkijken, 1,5 week geleden zaten we nog 2G. Ja. Dat was het 2G-plan, dus we moeten in de handen knijpen dat het allemaal goed gekomen is. Ja, en die grote evenementen komen er echt wel aan. Dat gaat, ik denk in mei, juni, dat er wel heel erg gebeuren. Maar begint er nu al, komen de boekingen dan al binnen? Nu beginnen mensen al een beetje te bellen en te organiseren? Ja, zeker wel. De agenda die loopt wel vol, maar de grote evenementen nog niet. Bijvoorbeeld zo'n Koningsnacht, waar ik al in Ahoy al 15 jaar sta, die gaat ook niet door. Ja. Ja, dat komt toch door de 1G, ze durven het niet aan. Ze zijn bang dat de mensen niet komen. Ja. Nou, langzaam een beetje opbouwen. En wie weet hoe de wereld toch een beetje gaat bijkleuren, gaat veranderen, toch? Jawel. Ik denk dat we eind april, dan zijn we er echt helemaal vanaf. En dan, kunnen we lekker gas geven. Ondanks het feit dat je niet hier live bent bij mij. We hebben natuurlijk wel jouw muziek in de computer zitten. Dus we gaan een liedje van je draaien. En ja, toen dacht ik wel. Er zijn er een paar gewist. Dat is helemaal bewust. Ja. Nee, natuurlijk niet. Ja, maar gezond in je hart is sowieso een blijvertje, hè? Ja, en bij ons in Brabant. Ik wilde bij ons in Brabant gaan draaien. Is dat goed? Ja, ik speciaal voor jullie gegeven toen. Dus ja, dat wou ik wel zeggen. Dus daar maken we maximaal gebruik van. Juist. Hé, hey, René, ik wens jou. Ik vond het leuk om je altijd even aan de telefoon te hebben. Even bij te kletsen. Dat vind ik ook wel belangrijk af en toe. Dus, de wereld gaat steeds verder open. Kom een keer lekker langs. Bak ze koffie drinken. Ja, morgen ben ik er sowieso bij Fijn Visje niet. Ja, is goed dat je het zegt. Vanaf 8:30. Ja, heel goed. En dan, ik wens jullie allemaal een hele fijne carnaval. Ja, dat gaat goed komen, Zeker. René, dankjewel. Alles en we spreken elkaar snel weer, hè. Dag, jongen. Houdoe. Hoi. Waar leeft een mens nog bourgondisch? Waar is het altijd een feest? Bij ons in Brabant. Bij ons in Brabant. Zijn de mensen gastvrij en iedereen die hoort.
hoort erbij.